Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op deze satellietfoto van half drie vanmiddag kunnen we duidelijk zien wat de gevolgen zijn van een krachtig hoge drukgebied boven het midden van Europa. Het is rustig weer en in die rustige, maar vrij vochtige lucht is heel veel lage hangende bewolking en mist en nevel aanwezig. Die grijze condities hebben we ook vanavond nog in Nederland. Het zicht kan soms echt slecht zijn, minder dan 100 meter zicht op sommige plekken, betekent dus oppassen in het verkeer. Veel wolkenvelden ook nog steeds, temperatuur zakt in de loop van de avond weer onder het vriespunt, min 1 of min 2 graden in het binnenland. Komende nacht dan zien we in Limburg langzaamaan wat opklaringen binnenkomen en ook elders in het land kan wel een gaatje in het wolkendek vallen. Nog steeds op veel plaatsen komt nevel of mist voor. Uiteindelijk de minima tussen 0 en plaatselijk min 5 graden. Morgen overdag dan gaat het weerbeeld duidelijk verbeteren. Vanuit het zuidoosten stroomt er dan drogere lucht het land in. betekent dat de zon flink kan gaan schijnen. Het zal nog wel een tijdje duren voordat de zon ook in het noorden doorbreekt. En misschien dat het pas tot de avond zelfs duurt dat daar de opklaringen binnenkomen. Dus dan zie je de zon zelfs niet of nauwelijks. Middagtemperatuur tussen de 1 en 3 graden. En dat bij een zwakke aan zee soms matige Zuidoostenwind. De nacht naar donderdag gaat het matig vriezen op een heleboel plaatsen, lokaal min 8 graden. Daarbij is de kans op mist wel duidelijk kleiner dan de afgelopen nachten. En donderdag overdag is het ook helder en dat betekent volop zonneschijn en dat bij zo'n 2 of 3 graden als maximum temperatuur. Vrijdag dan doet de middagtemperatuur een stap omhoog, dan wordt het 5 tot 8 graden. En dat bij in eerste instantie behoorlijk wat zon, maar later op de dag wat hogere bewolking die gaat overdrijven vanuit het zuiden, het blijft wel droog, bij een matige zuidoostenwind. Op zaterdag een afwisseling van wolken en zon, middagtemperatuur rond een graad of 7 en een matige zuidelijke wind. En wat we dan de dagen daarna zien, is dat de temperatuur eigenlijk overdag ver boven het vriespunt uit blijft komen. Misschien zelfs op een enkele plaats dat het 10 graden gaat worden. In de nachten neemt de kans op vorst duidelijk af. Soms kan het wel net even onder nul zakken, maar geen duidelijk vorstweer meer. En dat betekent dat ook de kwaliteit van het schaats schaatsijs duidelijk achteruit gaat en uiteindelijk misschien zelfs helemaal gaat verdwijnen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl